Dat deed je toch ook altijd met Phil Neville bij Everton? Dat was je ook altijd lekker aan het dollen, toch? Phil Neville? Phil Neville. Ja, dat was jouw vriend, hè, Phil? Ja, ja, ja. Ik weet nog een keer. Ik zat dan weer niet bij de selectie. En dan moest hij, weet je wel, moest hij 's ochtends trainen en daarna hotel je. En dan kwam ik binnenlopen, had ik zo'n t-shirt aan met allemaal vlinders erop. En toen zei hij, heb jij bij je vrouw in de kast gezeten? Ik zeg, nee, bij jouw vrouw in de kast. Ik ga straks weer naar de toe als jij in het hotel zit. You fucking wicked. Die boos. Mooie kerel. Nou, je vond toch een lul? Hij gaf toch ook alles door in de trainer? Ja, dat was zeker. Ja, ja, hij was niet echt... Ben jij dat, Andy? Nee, dat is Jari Liedmanen. Nee, maar... Ja, dat zou net in het filmpje kunnen zitten, met die Arnezen. Ja. Nee, maar... Lekker macho. Wel dat hij alles doorgaf aan de trainer, zeker. Ja. Wie is dat? Benitez. Benitez. Ja, Benitez. Dit was die wedstrijd... Dit was ook een mooie, hè? Stel Liverpool. Ik Liverpool uit. Ja. Ik was weer wissel. Ik warm lopen weer. En ik kom erin. Ik stond 7 minuten in het veld. 7 minuten. Ik had nog geen bal gehad. Ik werd helemaal gek. Dus in één keer die bal komt omhoog. Samen met Alonso. Oh, de lucht in. Ik denk, krijg jij de kleren maar. Pats, gaan we elleboog. De rode kaart. Al die supporters van de Everton. Ja, fuck. Hij vond ze geweldig. Ja, mooi debuut. Nederlands, hè? Kan allemaal. Ja.